Joehoe. Die ligt lekker te slapen. En ik heb een heel groot pakket ontvangen. En het is natuurlijk de bedoeling dat dit zo... It's a girl. Ah, vet lief. Ik mag vandaag ook mijn 10e kraamcadeau openmaken. Ik word zo verwend met allemaal lieve mooie cadeautjes. Deze is van het Souvenir de Pomme team. Ik denk dat ik weet wat hierin zit. Want toen ik bij Friends of the Brands was, toen stonden zij daar. En toen had ik een heel mooi paar oorbellen gezien. Dus ik ben benieuwd of die hierin zitten. Horen jullie mijn kleine meid brabbelen op de achtergrond? Hallo, ben jij wakker aan het worden? Ben jij wakker aan het worden? Kijk hoe leuk deze ook is. George V. Baby. Deze handschoentjes voor degene die geen mama zijn. Ik wist ook niet dat dat nodig was. Maar ze krabt zichzelf soms met haar scherpe nageltjes. Die je natuurlijk nog niet echt heel makkelijk kan vijlen of knippen. Dus dan doe je om haar te beschermen doe je handschoentjes aan en dan kan ze zichzelf niet openkrabbelen als ze slaapt. Want dan heeft ze soms ook nog wat trekjes met haar handjes. Je bent zo lief. Je bent zo lief met je kleine neusje. Kijk hoe leuk. Deze had ik inderdaad gezien. Super cool. Lekker opgedroogd. En dan nu een luiertje. Ja, ja. En dan gaan we lekker flesje drinken. Dan gaan we lekker flesje drinken. Ja, duim nog maar eventjes. Ja. Eventjes een update. Het is op dit moment vrijdag. Dit is trouwens mijn lookje van vandaag. Van de nieuwe collectie. Ik ben vandaag lekker naar buiten geweest in dit outfitje. Ik heb met Alexis gewandeld en vandaag was ook de eerste dag van haar toekomstige nanny die met ons mee gaat draaien in het gezin om voor Alexis te zorgen en mij te helpen en ik te helpen met het huishouden, want er komt natuurlijk wel een heleboel op ons af. En ik wil straks natuurlijk gewoon weer lekker aan het werk, dus we gaan dat rustig opbouwen samen. Dus vandaag was een drukke dag. We hebben heel veel gedaan. Maar het was ook een hele goede dag. Alexis die heeft het echt super gedaan. We gingen boodschapjes doen en allerlei andere spulletjes halen op Gelderlandplein. En ze heeft gewoon de hele tijd in de kinderwagen geslapen. Echt heerlijk. Dus tot nu toe is het echt een voorbeeldige baby. Ze ligt daar, dus ik heb zeg maar een schuin oog zo op de woonkamer. Ze is heel zachtjes geluidjes aan het maken, want ze moet zo haar flesje. Ik voel me echt stukken beter. Ik heb vandaag echt veel kunnen doen zonder dat ik extreem uitgeput ben. Dus vanavond alleen eventjes op tijd naar bed, want ik heb wel echt een heleboel gedaan. En dan zal je altijd zien, dan krijg je aan het eind van de dag ineens een mega dip na het eten. Dus daar hou ik rekening mee.
Geboortekaartjes zijn trouwens ook bijna af. Dat ligt hier allemaal klaar. Nu moet ik nog een manier vinden om de adressen op de enveloppen te krijgen. En dan kunnen die eruit. Normale mensen hebben hun geboortekaartjes al af voordat de baby er überhaupt is. Maar ik ben natuurlijk Josh en ik was wat minder goed voorbereid. Dus ik heb dat in week 2 na de bevalling gedaan. Nou, en ik ben ook niet helemaal perfect. Het is zaterdag op dit moment en we zijn samen voor het eerst onderweg met de auto, samen met Alexis, naar de stad. En dat was verder helemaal geen gedoe. We wisten precies nog hoe we de kinderwagen moesten inklappen. Dus dat ging allemaal heel soepeltjes. Dus een uur later dan gepland zijn we in de stad. Het is zaterdagavond en mijn vriendinnetjes Sanne, Charlotte en Marije zijn er. En vandaag is Sanne jarig en morgen ben ik jarig. En daarom zijn we gezellig onze verjaardagen bij mij thuis een soort van heel klein aan het vieren met taart en thee en gezelligheid. En ondertussen is Sanne mij aan het leren hoe ik mijn artipoppensjaal moet gebruiken. Want daar heeft zij heel veel ervaring mee. Dit is Alexis. Het is eigenlijk een glitterkussen, voor degene die dat nog niet door hadden. En dit is nu mijn creatie. En dit hebben we net ook met Alexis gedaan, maar die moest toen een beetje huilen. Want die had gewoon trek, dus die is Nick nu aan het voeden. Het begint erop te lijken. En ik heb hem nu even voorgeknoopt, want ik vind anders dat je aan de achterkant heb je zo'n grote knoop anders. Nou, maar super handig. Ik moet er alleen nog eventjes wat beter in worden. Wat heb ik toch een lief team. Ik heb namelijk dit ontbijtje gekregen vanmorgen. Ga ik even allemaal uitpakken zo meteen. Van team Josh V. Voor Nick en mij. Voor mijn verjaardag. Dat mag gevierd worden. We zijn onderweg naar Wassenaar om gezellig daar met de hele familie en kleine Alexis mijn verjaardag te vieren. Spannend! Onze geboortekaartjes, of eigenlijk die van Alexis, die zijn binnen. Gemaakt door Hip Design. Die hebben mij echt heel goed geholpen met het ontwerp. En die krijgen jullie nu te zien. Een paar uur later ben ik nog steeds bezig om de geboortekaartjes in te pakken in envelopjes en deze mooie sluitzegels erop te doen. Het zijn er een paar honderd en dat is wel veel. Meer werk dan ik had gedacht. Ik wil echt even dit met jullie delen. Ik heb namelijk zoiets leuks opgestuurd gekregen van een partner van ons, Promese. Die doen onze verzendingen van de webshop bijvoorbeeld. En die hebben dus een Alexis bonbon laten maken. Zo kan je ze goed zien. En ze zijn roze met goud. Echt bladgoud is dat. Door deze chocolatier gemaakt. Maar echt heel leuk. Het is een ingelegde goudsnippers met daarin een samenstelling van marshmallow, aardbei, roze peper en vleugjes sambuca. De naam Sweet and Spicy. Maar echt super, super, super origineel en leuk. Dus ik krijg zometeen nog wat kraambezoek, dus dan kan ik die ook mooi aanbieden. Leuk hè? Ik word hier dus steeds handiger in om met één hand voedingen te doen.
Hier ligt mijn kleine droompje. En ze had wat krampjes. Dus ik ben nu overgestapt op Dr. Brown flessen. En ik gebruik nu Invacool voor de voedingen. En dat werkt super tot nu toe. Ik vind het gewoon heel zielig als ze pijn heeft. En ze moest steeds een beetje huilen na haar flesje. En nu slaapt ze weer lekker als een roosje. Na haar flesjes. Ja, want je mag niet huilen van mama. Nee. Nee. Het is zo lief, jongens. Ik ben zo verliefd. Dit zijn echt heerlijke momentjes samen. Om lekker, dan heb ik er lekker dichtbij me. Ik geniet hier zo van. Dag, moppie. Met je grote ogen. Welke kleur worden ze nou? Ik verwacht dus dat Alexis net zulke donkerbruine ogen krijgt als ik. Maar vooralsnog zijn ze groen. Groen-grijs. Groen-grijs-bruinig. Ik ben heel benieuwd. Er zijn weer wat cadeautjes, pakketjes voor mij, of eigenlijk voor Alexis bezorgd. Op kantoor en die zijn nu bij mij terechtgekomen hier thuis. En die ga ik even uitpakken, maar er zit echt iets zo bijzonders tussen. Moet je dit zien? Dit cadeautje heb ik gekregen van Louise en Melanie Latoy. En dat is dus ingepakt in inpakpapier van Nick en mij met Alexis erop. Nou, dit is gewoon haast zonde om uit te pakken. Niet normaal. Wat is dit leuk. Oh, volgens mij weet ik wat het is. Het lijkt op een heel klein badjasje. Oh, dat is zo leuk. Kijk nou wat zoet. En Alexis, de naam staat achterop. Zo onwijs leuk. Ah, lieve Melanie, lieve Louise, super bedankt voor dit onwijs mooie cadeau. En hier nog een cadeautje. Zo schattig. Nou, Mariam is helemaal losgegaan bij de H&M. Kijk hoe schattig. Het zal nog wel eventjes duren voordat ze het aan kan. Want op dit moment is mijn baby heel klein. Maar het is echt onwijs leuk allemaal. Kijk, die strikjes en die schoentjes. Oh, zo schattig. Thanks, Mariam. Het is echt een overvolle Beauté Evoque box. Kijk nou. Allemaal verwennerij voor mij. Hebben jullie trouwens al gezien op onze social media kanalen dat er 29 september een sample sale is van Josh V in Amsterdam? Be there! En hiermee sluit ik ook mijn vlog af van deze week. Vergeet niet lief te zijn voor elkaar allemaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. Thanks! Focus on the bright side. You gotta focus on the bright side.